Dit is Jeffrey, Amsterdammer. En dit is Shirley, Rotterdamse. Beide zijn ze werkloos, maar er is één groot verschil. In Rotterdam moet Shirley een tegenprestatie leveren voor haar uitkering. Zullen we deze computer nemen, Jan? De Amsterdammer Jeffrey hoeft van zijn gemeente niets terug te doen voor zijn uitkering, maar hij doet het toch. Als de morgen is gekomen. Zei de gemeente tegen u, u moet nu iets terug doen voor uw uitkering? Nee, ik mag vrijwilligerswerk doen. En dat doe ik heel graag. In Rotterdam snappen ze de Amsterdamse vrijblijvendheid niet. In buurthuis Het Huis van de Wijk werken de mensen met een uitkering. En de wethouder van Leefbaar Rotterdam legt dat dwingend op. Het is een kwestie van wederkerigheid, iets terugdoen voor je uitkering. En daaraan heeft het in Nederland lang ontbroken. Het is heel belangrijk dat we dat doen. Het is belangrijk voor de belastingbetaler dat die begrijpt dat er een rechtvaardigheid zit in het systeem. Je kunt bijstand krijgen als dat nodig is. We zijn sociaal met elkaar. Het is belangrijk dat dat bestaat. Maar sociaal zijn betekent ook, we verwachten wel dat je er iets voor terug doet. U doet iets terug voor het feit dat u een uitkering heeft. Dat klopt. En ik vind het helemaal geweldig. U voelt voor u niet als een straf? Helemaal niet, totaal niet. Nee, ik vind het echt heel erg leuk en dankbaar werk. Ja, ik kom in contact met heel veel mensen, verschillende culturen. En leuke plek. Echt heel dankbaar werk. Doe je dit nou vaak? Ja, een paar keer in de week. Maar het moet wel mooi weer wezen. De overheid verplicht gemeentes een tegenprestatie te vragen aan mensen met een uitkering. De Amsterdamse SP-wethouder Vliegendhart weigert dat. In Amsterdam stimuleren we mensen om dingen te doen, maar we hebben maar weinig geld. Dus we gaan geen handhavingscircus erop loslaten. We vragen mensen om dingen te doen. Heel veel mensen doen dat. Dat laat het verhaal van Jeffrey ook zien. Maar we gaan niet lopen handhaven. Is dat een geldkwestie of gaat dat eigenlijk ergens anders over? Nou, het is deels een geldkwestie. Want we hebben heel weinig middelen. Maar het gaat ook om iets anders. Met onwillige honden is het slecht hazen vangen. En zoals je hier ook kunt zien is, je hebt ook mensen nodig die gestimuleerd zijn voor dat vrijwilligerswerk. Anders wordt het niks. Dan val je er niet meer af. Denkt u dat er een groot verschil is tussen een gemeente als Amsterdam die zegt, wij bieden allerlei dingen aan, maar het is niet verplicht, en uw gemeente Rotterdam waarvan u zegt, nee, wij verwachten dat echt van die mensen. Is dat echt een wezenlijk verschil? Ja, dat is een nogal wezenlijk verschil. Ik vind het heel belangrijk dat belastingbetalers van wie het geld afkomstig is voor de bijstand weten dat in Rotterdam er wordt gezegd, maar u mag wel iets terug doen voor die bijstandsuitkering weer in dienst van de maatschappij. Dat vind ik een heel belangrijk verschil. En ten tweede merken we ook dat omdat het verplicht is, mensen die er eigenlijk niet zoveel zin in hebben, dan toch maar komen. Want ja, het is verplicht. Maar we merken ook dat diezelfde mensen, als ze eenmaal een tijdje bezig zijn in het vrijwilligerswerk, overgrote meerderheid van die mensen zegt, het is eigenlijk toch wel goed dat ik het nu doe. Ik voel me gelukkiger, ik voel me gezonder, ik heb sociale contacten en ik word gewaardeerd voor wie ik ben en wat ik doe. Ik ben activeringscoach, in dit geval voor de wijk IJsselmonde. Shirley is een van de werkzoekenden in ons bestand die wij dus hebben geactiveerd. Voor mij is dat gewoon iets doen voor een ander. Het is voor mij geen verplichting. Dus als het niet verplicht zou zijn, zou u het ook doen? Zou ik het ook doen als het in mijn mogelijkheid was, zou ik het ook doen. Dus als u in Amsterdam zou wonen, waar het niet verplicht is, zou u het ook willen doen? Zou ik het ook willen doen, want ik zie waar het me nu heb gebracht. Dus het heeft me veel meer zelfvertrouwen gegeven. Wat had u in de koffie? Alleen melk. Alleen melk. Jeffrey, die is onbestaanbaar. Ja? Het is best logisch. U bent van de SP. U wilt uitkeringsgerechtigden niet te hard aanpakken. In Rotterdam zit een leefbaar wethouder, die wil dat wel. Is het niet ideologische scherpslijperij? Nou, wat ik belangrijk vind is dat we mensen aan het werk helpen. Dat is wat ik echt het belangrijkste vind. En ja, als je decentraliseert, dan krijg je verschillen op lokaal niveau. Daar moet de staatssecretaris ook niet voor weglopen. Dan had ze niet moeten decentraliseren. Hoe bedoelt u dat? Nou, dan had je de verantwoordelijkheid voor het werk helpen van mensen niet bij de gemeente moeten beleggen, maar had je het zelf moeten doen. Maar op het moment dat je het naar de gemeente belegt, dan kun je ook niet verbaasd zijn wanneer gemeenten het anders in gaan vullen. U vindt Amsterdam wat softer in de aanpak? Amsterdam is softer in de aanpak, maar ik neem aan dat ze dat zelf wel onderschrijven. Ze vinden ze alleen een goed idee. En wat is het meest succesvol? Amsterdam heeft ook heel veel werklozen aan een baan geholpen. Ja, Amsterdam heeft zeker veel werklozen aan een baan geholpen. Voor de tegenprestatie geldt niet dat het vinden van een baan een directe doelstelling is. Een directe doelstelling van de tegenprestatie, dat mensen iets terug doen voor de uitkering. Daarmee ook zelf er beter van worden. Maar natuurlijk ook dat de mensen die geholpen worden, zoals ouderen die hun boodschappen kunnen gaan doen, dankzij iemand die dat als vrijwilligerswerk mogelijk maakt, dat die er een meerwaarde aan ondervinden natuurlijk. Staatssecretaris Kleinsma heeft in een brief aan de Tweede Kamer kritiek op gemeentes die weigeren haar tegenprestatie dwingend op te leggen.
Zoals ik eerder heb aangegeven, zijn de wettelijke grondslag en de verordening bedoeld om de tegenprestatie als verplichting te kunnen opleggen. De staatssecretaris zegt ook gemeenten moeten zich aan de wet houden. Zeker, maar de staatssecretaris moet ook kijken wat het resultaat van het beleid is. En dan scoort Amsterdam echt heel goed. En daar ben ik groots op en daar wil ik op inzetten. Maar dan kan iedereen die zich niet aan de wet houdt toch wel zeggen, maar ik scoor heel goed. Dus dat maakt niks uit? Nou, ik denk dat het inderdaad heel belangrijk is met de participatie om te kijken hoe mensen scoren. Want uiteindelijk wil je dat mensen naar werk toe gaan. En wil je niet dat mensen in cirkeltjes aan het ronddraaien zijn. Dat doen we in Amsterdam dus ook. We begeleiden mensen naar werk met succes en daar wil ik op afgerekend worden. Nou, dat was lekker, Jan.